Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tunte. Afgelopen nacht is het niet tot vast gekomen. De temperatuur daalde weliswaar begin van de nacht nog naar 2 graden op waarnemingshoogte. Maar aan de grond bleef het ook net zo boven het vriespunt uit. En later in de nacht was er zelfs wat meer bewolking. Viel ook nog een drup regen uit. Maar uiteindelijk, we begonnen in de ochtend met een graad of 4. Bewolking was nog wel aanwezig, maar die werd langzamerhand minder. Want vanuit het noordoosten kwamen steeds meer opklaringen binnen. Ja, en die opklaringen zorgden overdag voor dat de zon volop kon schijnen. Maar de wind die trok ook wat aan. Werd over het algemeen matig uit oosten gericht. In windkracht 3. Maar wat natuurlijk iedereen heel erg blij met is, dat is de temperatuur, want die werd vandaag een graad of 14, 15. Ik heb nog een foto die ik jullie laten zien. Dat is een foto die is nog van gisteren met wolkenvelden, maar ook toch wel wat mooi, wat zon erbij. En ik kom van Winterswijk met een muil erop en dat wil ik jullie niet onthouden. Wil je ook een foto opsturen, dan kan dat naar foto@gerritsweerpraat.nl. Vanavond en de komende nacht, dan wordt het weer helemaal helder. Een enkel wolkenveldje zal de zon, maar de temperatuur zal dalen naar een graad of 4. En morgen, dan hebben we ook een dag met heel veel zon, maar dan doet de temperatuur nog een schepje bovenop. Het blijft dan ook droog en het wordt dan 17 graden als maximumtemperatuur. Ja, ik zie jullie al een beetje denken van, waar zit een keel dan nou ergens weer? Want een hoop groen achter me en ik zie er knotwilgen en van alles storm, maar ik kan hem niet thuisbrengen. Normaal wek nog wel eens een klein beetje wat te steed, maar dit is wel een hele moeilijke vandaag. Want ik zit tussen het Hoornosterweg en het Bechelde pad. En ertussenin ligt een heel stuk open gebied met land, maar ook wel weiland en knotwilgen. Als je over de 317 reed vanuit Ulf richting Dingsbelo en ik kijk aan de rechterkant, dan kun je dat gebied mooi zien. En misschien ook een mooi herkenningspunt is achter mij. Dat gunt het voetbalveld van Ajax Bredenbroek. En het weer natuurlijk, daar is iedereen ook heel erg benieuwd naar, want vrijdag werd dan al goed, zoals ik gezegd heb. Maar het weekend doet er zeker nog weer 2 schepjes bovenop, want het kwik gaat alsmaar omhoog naar 18 graden op de zaterdag en 20 tot 21 graden op de zondag. Het wordt een heel mooi weekend, want de zon die schijnt ook volop, blijft droog. S'nachts daalt het kwik naar een graad of 6 en overdag dus die mooie hoge temperaturen. Het kan broezen, daar helpt dat wel eens vaker over gehad, maar er mag wel een klein beetje vocht weer bij komen, want de bovengrond werd toch wel aardig terug op wat plaatsen, maar misschien dat volgende week gaat gebeuren. Maar begin volgende week, dan houden we nog die lekkere temperaturen. Later in de week wordt het wel een beetje minder en als april op de kalender staat, dan neemt de kans op neerslag ook wat toe. Goed gaan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tunte.